Ik ben niet bij het Jostie Bent pretpraatloket, maar ik reed eventjes om een boodschapje te doen. En toen reed ik terug naar Hogeburg en toen zag ik Jos staan hier op het parkeerterrein bij Van Asselt, bij een hek. En Jos, wat ben jij aan het doen? Aan treinen aan het kijken. En volgens mij komt er eentje zo aan. Even op, kijk eens Jos, kijk eens aan de achterkant, draai eens om. Er komt er een aan. Kijk maar. Zo dan! Ja. Dat gaat hard, Jos. Hey, en doe je dat meer, treinen kijken? Ja, ik mag alleen maar hier staan. Ja, je mag alleen maar hier. Hier is het veilig, hè? Hier kan er niks gebeuren. Achter je rode, dat is helemaal daar. Oh ja, maar nu sta je hier. Ja. Dat is een klein stukje van jou hier fietsen naar Zwammerdam, want het is om het hoekje zowat. Hey, gaaf man. Ik hebben toch heel veel. Oefen je heel veel? Dat is mooi. Voor een beetje pauze. Oké. Afgelopen niet. Oké, ja, maar dat geeft niet. En we gaan ook weer een nieuw stukje. Weet je welk nummer we moeten gaan instuderen? Van Gerard Joling moeten we een nummer instuderen. Maak me gek, die moeten we even doen. Dus die komt er ook aan. Hé, hey, maar nou, heb je nog meer te vertellen? Of niet? Niet zo. Ja. Je dacht, ik heb de trein gezien. Je miste Jostie met ons zitten. Ja, ik mis jullie ook. Ja, ik mis jullie ook. Ik wou ook dat we weer snel konden oefenen, maar ja, helaas. Hé, hey, en Jors, blijf je hier nou nog staan tot de volgende trein weer komt? Nee. Je hebt hem nou gezien en nou is ik weer klaar. Ja. Nou, top. Nou, ik vond het leuk om je even gezien te hebben, Jors. Ik ook. Nou, dankjewel. En tot de volgende keer, hè? Tot de volgende keer, Leon. Doeg! Doeg.